Ja, dat kun je zeker maken. Dat moet je vooral doen ook op vakantie gaan en het goed hebben. Ik merk gewoon heel veel dat als mensen geen baan hebben, thuis zitten, bijvoorbeeld een oud-wethouder, dat men zich daar dus logisch ook niet prettig bij voelt. Maar dat men ook vindt dat men het niet verdient heeft om op vakantie te mogen gaan. Omdat men het gevoel heeft dat men niks heeft gedaan die dag of die week of die maand. En eigenlijk ook niet succesvol bezig is op dat moment. Sterker nog, als je solliciteert, krijg je vaak een afwijzing. Het is niet meteen raak. Dus dat is nogal een flinke oefening voor jezelf. Nou, vervolgens ga je dan, zoals ik dat heb met mijn baan, voldoening hebben. Hè? Ik heb gewerkt, ik krijg daar salaris voor en ik voel me daar goed bij. Dus ik heb het ook verdiend om op vakantie te mogen gaan. Jij hebt geen baan, je doet je best om een baan te vinden, maar dat valt niet mee. Maar je hebt er geen voldoening aan en dan vind je ook dat je niet op vakantie mag gaan. Dat is eigenlijk een tegengestelde beweging die je dan maakt. Je hebt het juist heftiger dan ik het heb. En dan heb je juist je vakantie nodig. En ook ontspanning. Dus ik zeg vooral ga op vakantie. Geniet ervan. Want dan heb je hard nodig die energie om die pittige strijd in die arbeidsmarkt. Soms is het heel makkelijk, maar vaak valt hij ook even vies tegen. Goed te doorlopen.